Maar als ik zelf mag voorgaan, dat vind ik ook mag voorgaan. Het is geen moeten, ik doe het graag. En dan, ja, dat is toch een andere houding heb je daar... als wanneer je alleen maar in de kapel zit te luisteren en mee te vieren. Als u niet meer voor zou mogen gaan, wat zou dat... Dat zou ik heel erg vinden, ja. Een thuis voor bejaarde gelovigen. Ze komen uit alle delen van Nederland en de rest van de wereld. Franciscanen, jezuïeten en priesters van allerlei andere orden. Ze wonen in Bergmanianum in Nijmegen. Bergmanianum was oorspronkelijk een studiehuis voor jezuïeten. Eind jaren 60 werd het een bejaarde- en verzorgingshuis. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 80 jaar. Astrid Serkij maakte een portret van Bergmanianum. Een thuis voor bejaarde gelovigen. Die er wonen, worden verzorgd en verpleegd. Fratres apostamus peccata nostra, urotissimus ad sacra mysteria cervonta, confitio Deo Domini Jesu Christi, non mici proveni ad judicium et condemnationem, col provobis tradetur. Het is een echt goed religieus huis op moderne leest geschoeid. En met heel veel zorg voor iedere mens hier. Je voelt je dus veilig tot de dood. Bijzonder is eigenlijk de integratie van het zorgcircuit met het religieuze circuit. En we zijn als een soort symbiose streven naar van beide, het beste van beide. En zodat iemand maximaal recht doet aan zijn circuit, waar ooit voor gekozen heeft. Ja, je hebt in een religieus huis heb je een ander soort met mensen. Want je bent toch een stukje familie van... Wie hun begeleidt naar dingen toe en gewoon in het dagelijks leven. En dat is in een verpleeghuis niet zo. Het is op een andere manier. Nou, sowieso hebben ze dus al geen kinderen en kleinkinderen. Dan heb je toch al neef en nicht en is het toch al meteen wat verder weg. De orde vangt je wel een beetje op. En wij dan ook wel. Inderdaad, naar het ziekenhuis bezoeken en gewoon bejaardenhuizen gaat meestal een van de kinderen mee. En hier gaan wij mee. En wij gaan met de mensen naar buiten om te wandelen, dat soort dingen. Het zijn niet alleen maar jezuïeten die hier zitten, maar er zijn ook andere orders en congregaties die hier zitten. En dat breekt de zaak een beetje open, dat je niet van die hokjesgeest krijgt of zo. Dat vind ik wel doend. En op die manier vind ik toch weer een nieuwe manier van leven en zo. En ik ben er ontzettend dankbaar voor dat ik hier kan zijn. Omdat, dat geeft wat, dat doet je wat, hè. Ik heb natuurlijk mijn eigenlijke werk, dat heb ik in de steek moeten laten, hè. Want ik was missionaris of pasteur, zeg maar, in de kerk van Madagaskar, bij de hoofdstad. En daar had je 25 kerken waar je voor moet zorgen. Ik moest daar weg omdat ik plotseling ziek werd. Ik had kanker aan mijn heupbeen. En dat werd zo erg dat ik niet meer kon lopen. En toen moest ik van de ene dag op de andere moest ik eigenlijk het vliegtuig nemen. Ik kon nog net eigenlijk hier in Nederland aankomen. Want anders had ik zelfs dat niet meer gehaald.
Dus ik moest dus in één dag moest ik me voorbereiden met alles wat erop en eraan is en aan papieren en bagage om anderhalve dag daarna te vertrekken. En dus 's avonds laat ben ik vertrokken. Dit is een foto van uw laatste avond. En dan van de ene dag op de andere ben je weg. En dat is zo plotseling dat je... ja, dat is een schok eigenlijk. Hè? Zaken ook een cultuurschok misschien, ik weet het niet. En als je dan terugkomt in Nederland, ja, dan word je meteen geconfronteerd met het feit dat je meteen in een rolstoel moet en met krukken moet gaan lopen. En dat je niet meer kunt wat je vroeger kon en zo. En dan vind ik zo'n huis als hier vind ik fantastisch, omdat hier een geweldige opvang is. Medebroeders die je opvangen, veel sympathie en zo. En dat is een geweldige steun om daar doorheen te komen en een nieuwe levensstijl op te bouwen eigenlijk. En daar dus ook iets van te maken. Mijn ouders zagen in mij een uitstekende fabrikant van het bekende haarwater. En ik koos voor de jezuïeten. Ja, die hadden andere idealen. Nou ja, het waren gelovige mensen, ze verzetten zich niet. Maar het viel hun wel zwaar, want ik was er voor in hun ogen een uitstekende opvolger van de fabriek van Bijlo's hoofd en de klonje in heel Nederland. Alsjeblieft, kijk u even. Ja, gaat u nou eens door met dat gedichtje. Ja. Hoe gaat dat nou weer? Bijlo's? Weigert maken, namaak eist alleen J. Bijlo's en anders geen. De ondervinding zal u bewijzen dat wij met recht dit merk prijzen. Kindlief, maak mij toch niet boos. Hoofdeau-de-cologne moet ik hebben van Bijlo's. Je hebt je weer wat anders laten verkopen en moet nu met hoofd onrein blijven lopen. Religieus op zijn tijd ook kunnen bidden, op zijn tijd zich terug kunnen trekken en dat kan gebeuren in de kapel, in een bidruimte. Ook in een ruimte waar het ruim is, waar de leegte als het ware uitnodigt om na te denken. Nou, vandaar deze grote gangen. Als ik zelf mag voorgaan, dat vind ik ook mag voorgaan. Het is geen moeten, ik doe het graag. En dan, ja, dat is toch een andere houding heb je daar als wanneer je alleen maar in de kapel zit te luisteren en mee te vieren. Als u niet meer voor zou mogen gaan, wat zou dat? Dat zou ik heel erg vinden, ja. Dat zou ik heel erg vinden. Maar ook dat staat eraan te komen, hè. De stola is het teken van het priester zijn. Een aantal mensen die hier komt, is niet meer in staat om zelf de mis te lezen. En om hun toch de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de eucharistie, dat wil zeggen in het voorgaan, kunnen zij dat ook zichtbaar maken middels de stola. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Dit is een kaart van de National Geographic Magazine. West-Indies. En ik ben een monnik van Mount St. Benedict, Trinidad. En Trinidad ligt hier ergens, juist. En daar ben ik 20 jaar in het klooster geweest.
En toen ben ik als Benedictijner missionaris uitgezonden naar Jamaica, wat beneden Cuba ligt. Ja, u zou denken, Jamaica is voor 96% zwarte mensen die uit Afrika komen. Afstammelingen van slaven in Afrika. Maar deze mensen waar ik onder werkte en waar ik speciaal voor aangesteld was, waren afstammelingen van Duitse immigranten. Die waren daar in 1835 gekomen. Dus meer dan 160 jaar. En die, dat waren boeren. Hè, en ook craftsworkmen. En die, die hebben daar geprobeerd een bestaan te krijgen. En dat is niet gelukt. Ze zijn nog armer dan de zwarte om hen heen. Waarom bent u niet meer daar? Ja, ik heb een beetje hard gewerkt en weinig vakantie genomen. En niet het beste eten. Waarom niet? Ja, om dat allemaal in te voeren. Terwijl de mensen het zo arm hebben. Ik heb gewoon maar gegeten wat zij aten. En dat is niet goed, hè. Dan krijg je vitamine tekorten. En een Europeaan kan dat niet doen. Toen ben ik ziek geworden, hepatitis B. En gedurende die periode was ik in 3 dagen blind. Helemaal blind. En Rotterdam, het havenziekenhuis, hebben ze het in 1 oog teruggebracht tot dat ik een klein beetje kan zien. En dat is nog steeds zo, ofschoon het steeds minder wordt. Ik kan u nog enigszins zien als ik goed licht heb. Nou, we hebben hier de zaak omgedraaid. Hè. Die wetgeving zegt dus in openbare gebouwen en algemene ruimtes zou je daar niet moeten roken. We hebben hier gezegd, we gaan een aantal ruimtes rookvrij maken. En minister van Oud zegt gewend, vroeger werd je pas pater als je een goede zaak wil roken. Hè. Boeken die van een sterfkamer van een van onze paters zijn binnengekomen aan het uitzoeken. Er zijn boeken bij van onze eigen bibliotheek. Die zetten we terug op onze bibliotheek. Er zijn boeken bij die hij voor zijn eigen wetenschappelijk of geestelijk dienstwerk nodig had. Zoeken we uit om te kijken of het waardevol is. Dus hier ziet u de grote officiële uitgaves van het Vaticaans Concilie. Worden die boeken ooit nog geraadpleegd? Het Vaticaans Concilie wordt geraadpleegd natuurlijk. Hè. Dat is heel interessant als je iets wil weten over de discussies rond een bepaald thema op het concilie. Dan heb je hier de bron. Wat heeft die periode betekend voor dit huis? Vaticaans Concilie, ja, Dat was in de 60e jaren. Ja, dat was twee jaar na het einde van het concilie. Zijn we dus verhuisd in 1767 naar Amsterdam. Grotere vrijheid, openheid, contact met anderen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft geweldig veel dingen in beweging gezet. En, maar ook tegelijkertijd de ondergang van de kerk? Niet de ondergang van de kerk. Ik geloof dat de kerk springlevend is. Maar niet aan de top, maar aan de basis. Wilt u dat uitleggen? Nee. Ja, graag. Nee. Nee, dat is een beetje... Ik kan me niet het recht veroorloven om een mening te geven over de kerk van Nederland. Ik niet, mag ik ook niet. Ik kijk toe en ik denk na en ik stel vragen. En ik denk daarover na, maar ik kan me niet veroorloven om te zeggen, ik vind dat het zus is of dat het zo is. Ik hou van de gemeenschap en ook van mijn geloof en van de kerk. Maar het moet wel een blijde boodschap zijn. En niet altijd die eeuwige ethische vragen en die moraal die er allemaal uit Rome komt. Er komt nooit een blijde boodschap, hè? Allemaal ernst. Zware ernst. Humanitatis consortes, qui humanitatis nostri particip voluit fi. De
De functie van de kapelletjes is dat priesters die hier in huis wonen en er prijs op stellen om zelf de mis te lezen, daartoe de gelegenheid kunnen krijgen. Er zijn een aantal priesters die willen elke dag de mis lezen, omdat ze dat als een verplichting voelen. De kerk schrijft ook de priesters voor dat ze dagelijks de mis lezen of bijwonen. En zij zijn dan in staat om zelf de mis te lezen. Orator frater is het meer om vestum sacrificium acceptabile fiat apudeum omnipotentem. Hoe lang zo'n fles mee? Dat verschilt heel veel. Dat hangt er van wie er in een bepaalde periode vaak alleen de mis leest. Hè. Er zijn ook een paar van die kleine kapelletjes. En het valt me wel eens op dat soms de fles eerder leeg is dan de andere keer. Beetje saai, al die mannen bij elkaar hier in huis. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar we hebben ook dames onder ons, hoor. Ja. Die wonen hier niet. Nee, maar die helpen ons en die doen het geweldig ook, hoor. Daar neem ik mijn pet voor af. Ja, al zeg ik het niet iedere dag. Soms ben ik wel een beetje aan het voeteren als ze niet op tijd komen of... Maar ze doen het geweldig goed. Dag, pater Jansen. Gaat u mee koffie drinken? Kom maar. Koffie drinken. Kijk eens aan. You can have a little sugar, you got it and you don't. But you have to control it so that I won't become mental independent. I take my medicine. Iedereen heeft een eigen kamer, hè? Ja, met zijn eigen privé spulletjes en zijn eigen bureau en zijn eigen bed. En, ja. Ja. Is het niet lastig voor de verpleging? Nee, dat is juist wel heel luxe. Ja. Om iemand op zijn eigen kamer te kunnen verzorgen. Het is van andere mensen en wij hebben geen last van andere mensen. Zo in die zin van, ja, je kunt privé een gesprek voeren, ja, tijdens de verzorging. En niemand heeft, ja, die hoort gewoon wat je doet. En ja, je bent gewoon echt heel privé bezig. Ja. Ik denk dat voor de mensen zelf ook wel heel fijn is. En dat als iemand het moeilijk heeft, dan ga je met ze naar de kamer en dan kun je daar rustig... een op één gesprek hebben, ja, en niet dat alle anderen ook nog mee kunnen genieten. Wij zijn bezig met het vertalen van het Oude Testament uit het Hebreeuws in het Gronings. Sisera moet zit uit glaas te kuren. Vertrolie zit ze te jeuzen. Iedereen spreekt toch Nederlands tegenwoordig? Ja, maar een Groninger denkt niet in het Nederlands. Ook de jonge generatie niet? Dat is een twijfelvraag. Want het verschijnsel is er ook dat dialecten verdwijnen. Maar wij hebben gezegd, potverdomme, dat zal ons niet gebeuren.
niet omdat wij dat gewoon zo leuk vinden, maar het is wel een cultuurtaal. Maar houdt het werkzame leven van jezuïet ooit op? Ja, dat hangt ook van de verschillende mensen af. De een die kan het nog en doet het graag. Want er zijn verschillende oudere mensen bij ons die nog wat, ja, levenskracht hebben, vitaliteit hebben, die bewonderenswaardig is. Ook in Amsterdam, de communiteit. En ja, hier komen mensen naartoe die dat niet meer kunnen. Hè. Dus hier zie je niet de schroothoop, maar toch wel het menselijk verval. Hè, wat de krachten slijten door het leven. Hè. Ik heb natuurlijk ook wel kleine probleempjes, maar ik kan nog goed werken. Dus dat is geen probleem. Hoe ervaart u het afnemen van de krachten waar u hiermee geconfronteerd wordt? Volgend jaar moet u hier ook wonen. Ja, dus wat hen kan overkomen, wat hen overkomt, kan mij overkomen. Dus ik sta altijd met groot medelijden en meeleven voor die mensen. Ja. Maar we zien er wel tegenop natuurlijk, hè. Al sigaar? Mijn hele leven. En waar heeft u het grootste deel van uw leven gesleten? In Indonesië. Borneo. Als? Als missionaris. Jezuïet? Nee, passionist. Passionist? Passionist van Mook. Wat zijn passionisten? Ja, dat zijn paters van Mook, hè? Kent u die niet? Toch niet? Had ik het nu weer mis? Ik had het verkeerd gehoord. Ik had het verkeerd begrepen. Toch wel. Ik zie dit huis als een project dat over 10, 15 jaar gaat aflopen. Of we zouden de gelukkige zijn of de bijzondere zijn dat wij het enige verzorgingshuis, religieus verzorgingshuis in Nederland zou overblijven voor die kleine restant. Waarom 10, 15 jaar? Op dat moment zijn er eigenlijk de religieuzen die wij zouden willen opnemen, die zijn dan overleden of die zijn uitgestorven. Devotio nostra officio et ad